Vandaag, woensdag 12 juli, was het al in korte tijd een derde bosbrandje in het bos Hoederingen in De Bilt. Een hardloper die door het bos liep, nabij de Amersfoortse weg, zag een brandende stapel hout en belde direct 112. Zowel het natuurbrandbestrijdingsvoertuig uit Zeist als uit Bilthoven waren snel ter plekke en hebben de brand geblust. Uiteindelijk is de boel goed nat gemaakt, zodat deze houtopslag voorlopig even onbruikbaar is als brandhout. Toch scheelt het maar weinig met dit soort brandjes, of een heel stuk natuur staat in brand. Het bewijs is er niet, maar het vermoeden is wel dat ook deze brand niet spontaan is ontstaan.